Vice-president Ronnie Brunswijk meent dat de staat beleid moet uitstippelen om de Mennonieten die nu in Suriname zijn te accommoderen. Vanmorgen, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei Brunswijk vandaag nog een gesprek te hebben met het staatshoofd over dit vraagstuk. Bij mij gaat het om, ik vind het correct dat het daar gezegd wordt. Want wanneer de regering een besluit neemt om 50 gezinnen Mennonieten naar hier te brengen, dat betekent dat je je huiswerk moet maken. Je moet beleid ontwikkelen om deze mensen op te vangen, hoe je het wil. Wat wil je van die Mennonieten? Komen ze hier voor landbouw? Dan moet de regering het beleid daarop losgooien om te zeggen van die mensen gaan planten. Gaat de regering grond ter beschikking stellen? Dan moet de regering grond ter beschikking stellen voor deze mensen. En dan, waar ze moeten gaan, als ze ergens moeten gaan, dan moeten we met die mensen daar praten. Maar als je die mensen brengt naar Suriname en je laat ze als lot over, ga je maar kijken waar je grond gaat vinden. Dan krijg je een probleem. Dan gaat mensen speculeren, dan gaat mensen grond verhuren, dan gaat mensen grond verkopen. Ja? Dus ik heb met de president gisteren besproken dat we na deze vergadering, dat we het duidelijk beleid laten maken wat we met die minuten gaan doen. Brunswijk geeft verder aan dat de Mennonieten op uitnodiging van Suriname hier zijn. Daarom zou de staat de mensen correct moeten behandelen. Het voorstel was gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken, waarna het werd goedgekeurd in de regeringsraad. Dus wat dat betreft, we moeten het niet vaak laten, zodat mensen zelf gaan denken, soms zeggen die man, maar als je charges maakt, ja, dan moet je ze ook correct behandelen. Ja, en ik vind op hun plaats dat inderdaad, als we nee, binnen gaan, laten we precies zeggen wat we willen. Als we geen grond gaan geven, niks gaat, laten we weer weggaan. Maar het moet duidelijk zijn, wat is het beleid van de regering? Mennonieten, dan moet het duidelijk zijn. Dit is het. Ja? De vicepresident zegt dat het ook niet goed te spreken is dat de zakenman Ruud Soeverein in deze kwestie door het slijk wordt gehaald. Brunswijk stelt dat er zelfs foto's zijn vervalst waarop hij te zien is met Mennonieten op een vergadering waarop hij de foto liet zien aan de media.